What is up YouTube, het is je boy Jurno20, back met een nieuwe video. Ik weet het, jullie hadden nu waarschijnlijk een drachtenvideo verwacht. Maar helaas, ik moet jullie teleurstellen. Nu komt er geen drachtenvideo. Maar over een maand komt er een hele vette. Ik ben zondag wel geweest om met Flip naar Drachten, maar ik was gewoon moe. Ik had niet genoeg geslapen. Ik was niet echt in de mood om te gaan filmen, laat ik het zo zeggen. We hebben anderhalf uur daar naartoe gereden. En toen was ik eigenlijk nog moeier. Maar ik heb het weer fucking aan mijn zin gehad daar, jongens. Even serieus. Jantje was aan het pompen, Rafiek was aan het pompen. Dave heeft zijn PB gereden. 8,5 seconden, boys. Besef, op de 400 meter. Hij rijdt een Kawa ZX-10R. Verlengd uiteraard, shinkootje, nog wat dingetjes. En de man rijdt gewoon 8,5 seconden. Abnormaal. Ed, die we tegenkwamen bij het tankstation, heb 9 seconden gereden. Rafiek heb 9,5 gereden. Dus ja, het was gewoon, het was echt een bazige dag zondag. Oh, Jantje eerste plek gewonnen trouwens weer. Toch volgens mij eerste, ja, voor mij was Jan eerste geworden. In ieder geval, ik had het zo naar mijn zin zondag. Dat ik heb me eigenlijk gewoon voorgenomen, over een maand, als er weer races zijn op Drachten, dan ben ik er gewoon bij het hele weekend en dan neem ik jullie mee, film ik alles van de aankomst, het opzetten van de kampeerteringzooi, de technische keuring, tot het racen, tot alles, alles gaan we gewoon filmen, het hele weekend. Maar ik heb nog niet alles om te racen. In de zin van, je moet natuurlijk een compleet pak hebben en die heb ik nog niet. Ik heb nog geen schoenen en ik heb nog geen broek. Ik heb wel uiteraard mijn leren. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan als eerste naar, volgens mij is het de Ducati dealer naast Motor City Amsterdam. Dus dat is de Ducati dealer op Sloterdijk. Dat is volgens mij de enige in en om Amsterdam die Dainese verkoopt. Ik bedoel, als ik het verkeerd heb, laat het even weten hieronder. Maar hij is de enige die ik ken die Dainese verkoopt. En Dainese heeft van die korte motorslaarsjes. En ik wil geen hoge laarzen, want die korte zijn ook gewoon legaal op Drachten, zeg maar. En op de Nürburgring ook trouwens. Maar ik vind dat toch eventjes wat meer gevoel hebben. Ik heb een aantal keer met hoge laarzen gereden en ja, je moet er zo aan wennen. Het is het gewoon niet voor mij. Dus we gaan nu kijken voor het Dainese Dino Pro D1. Ja, het is een hele mond vol. Maar goed, ik neem jullie gewoon mee. Ik ga het even laten zien. Ik vind de schoenen fucking dik. Daarna gaan we naar Biker Outfit hier in Noord. En dan wil ik gelijk kijken voor een leren broek en zo'n broekje voor eronder. Dat je hem nog uitkrijgt als je aan het zweten bent. En dan hebben we eigenlijk alles bij elkaar, boys. Weet je, de bike is er klaar voor. Ik heb net een beurtje gehad. Alleen even de outfit compleet maken en dan zijn we ready. Dus ik heb er echt fucking zin in. Ik kan niet wachten tot het weekend. Het is volgens mij het weekend van 5, 6, 27 augustus. Dus ja, boys, echt spannend, man. Kijk, op straatrace is fucking dik, maar op die baan heb je 1, veel meer grip. En 2, je krijgt je tijden precies op een blaadje. Dus ja, ik kan niet wachten. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet zenuwachtig ben. Want ik bedoel, ja, ik kan wel racen natuurlijk. Racen is gewoon racen, dat is het niet. Maar je moet toch even doorhebben hoe alles werkt met die liggies en die regeltjes en bla bla bla. Vandaar ook dat ik zondag niet gefilmd heb. Ik heb gewoon lekker gekeken, alles in me opgenomen. En ja man, I think we got this. Kleine dingetjes, weet je, waar ik zondag op heb gelet. Bijvoorbeeld, ze komen aanrijden. Dan rijden ze eerst om die waterbox heen. Voor degene die het niet weet, achter de startlijn spuiten ze een flesje met water. Zodat je daarin je banden spinnend kan krijgen. Dan rollen ze zeg maar een meter naar voren in het droog. Terwijl dat die band spint, burnen ze hem daar warm. Laten ze hem even uitrollen spinnen. En dan gaan ze racen. Maar ze rijden dus met hun voorwiel om die waterbak heen. En dan gaan ze achteruit die waterbak in. Dan doen ze die burn-out en dan naar voren om dat voorwiel niet nat te krijgen. Het zijn van die kleine dingetjes waar ik op heb gelet, weet je. Die staging lights, stage 1. Oké, dan moet je nog een klein stukje naar voren, stage 2. Dan moet je wachten op die andere, of diegene is al. Dan gaat het licht gelijk lopen, pam pam pam. En als dan die derde oranje licht uitgaat, dan kan je gaan en dan gaat die groene gelijk aan. Dus ja, gewoon kleine dingetjes, weet je. Ik heb er echt fucking zin in, boys. Dus als jullie langs willen komen, gezellig, jullie zijn welkom.
Ik was al gisteren met die oude van me aan het praten. En die komt ook waarschijnlijk langs dit weekend. Vind ik ook wel heel leuk. Ik zie mijn vader niet zo heel vaak, tenminste. Ik zie hem wel vaak. Maar niet gewoon op, met leuke dingen of zo, weet je. Gewoon. Ja, het is moeilijk om uit te leggen. We besteden niet heel veel quality time, zeg maar, samen. En dat vind ik af en toe wel jammer. Dus ik vind het echt, ik vind het echt tof als hij zou komen naar Drachten om te kijken als ik de eerste keer ga racen. En dit is iets wat ik al jaren wil, boys. Maar steeds dan stel ik het uit, denk ik, ja, ik ga wel op straat racen, want ik heb nog geen pak en ik heb nog geen dit. En nu ben ik gewoon op het punt van fuck it. Ik wil ook sowieso een broek hebben erbij, hè, en laarzen. Vooral ook als we weer een keer naar de Nürburgring toe gaan. Dat ik gewoon, of als we naar Duitsland toe gaan of whatever, dat ik gewoon helemaal in het leer kan rijden. Wat dat betreft is mijn mening de laatste jaren echt 100% omgedraaid. Ik heb een jas heb ik altijd vet gevonden, maar een leren broek vond ik echt niks. En nu ik langer motorrij en hoe meer ik heb gezien, zeg maar, denk ik, ja, doe mij maar zo'n leren pak als ik de hele dag ga rijden. Marcel, blijf daar met je wagon aan. A5 jongens, A5. Wat een topweg. Wie dit heeft besloten, zo van we gaan daar gewoon omhoog bouwen door het industrieterrein heen, die krijgt van mij een echte pluim. Oh ja, ik weet trouwens wat het is, boys. Thanks voor jullie reacties. Dit is de oude Avio Dome. Dat stond heel vroeger bij Schiphol. Daarna is het verhuisd naar Lelystad. En nu staat het weer hier ook. Dit is een soort van vliegveld. Museum of zo, allemaal oude vliegtuigen. Je kan ook in zo'n cockpit zitten. Ik ben er vroeger wel eens geweest met mijn pa. En nog wat, boys en girls. Want ik heb ook van een meisje reactie gekregen dat ze de video's heel vet vindt. Dus meiden, die 1% meiden, ik waardeer echt dat jullie kijken. Maar voor iedereen. Ik heb in een aantal video's geleden gezegd van als je iets wil vragen of je wil me iets zeggen, contact me gewoon via Instagram. Ik heb zoveel fucking leuke berichtjes gaat van iedereen, dat wil jij niet weten. Ik ga er binnenkort een hele eigen video over maken. Maar ik heb zoveel positieve berichtjes gekregen van mensen, dat vind ik echt fucking dope. Dus allemaal thanks daarvoor. Binnenkort komt er een hele video over, maar ik zal je gewoon een voorbeeld geven. Er is een jongen die zegt, ja, ik heb mijn knieschijf gebroken. En wanneer jij een video uploadt, dan ben ik weer blij, want dan heb ik weer wat te doen. Gewoon zoiets simpels. Denk bij mezelf, ja man, dope. Voor hem wil ik die dag gelijk nog een video uploaden. Dat kan natuurlijk niet altijd, want we moeten ons gewoon aan ons schema houden. Maar dat soort kleine berichtjes, weet je. Iemand anders zei gisteren, jij bent echt een YouTuber die ik echt goede dingen gun. Weet ik veel wat, zoiets. Daar kwam het op neer. Ik weet even niet meer hoe die het precies zei. Maar dat zijn van die kleine dingen dat ik bij mezelf denk van, leuk man, echt leuk. What the fuck is dit? Zo kunnen we wel tegen het verkeer in. Is dit voor raar verhaal dan? Ik weet het, boys, dit mag echt niet, maar ik ga echt niet helemaal omrijden. Marcel. Motor Shitty. En Ducati. Ze hebben altijd wel mooi spul staan hoor, hier. Ja, dit zijn gewoon customer bikes. Kijk die Panigale. Oh. Dik hoor. Een paar hypermotards. Kijk dan, boys. Panigale V4. Tering. Goedemiddag. Ja. Wat een mooi apparaat, zeg. Kijk dan, jongens, die uitlaat. Die verkleuring hier zo, die lasnaden ook. Tering. Andere kant ook een demper. Ja hoor. Doe even normaal dan. Alleen dit vind ik wel heel erg lelijk, man. Ik ben even tegen mijn camera aan het praten, hoor. Niet dat u denkt dat ik gek ben.
Ja, omdat ik Suzuki rijd bij de Ducati dealer zeker. Is de Suzuki? Oh, het zit er nog op. Alright, Pompert. Nou, jullie weten hoe het gaat met mij. 42 was er, 43 was er, 45 was er en ik heb 44 nodig. Maar goed, maakt niet uit. Ze hebben het besteld voor me. Helemaal zwart met antraciet. Dus wanneer ze binnenkomen, dan geven ze me een belletje en dan laat ik het even zien aan jullie. Maar, ik zag deze nog even staan. Die Street Fighter van Ducati. En dit is toch wel de king van de naked bikes, hoor. Vind ik. Ik zal jullie even die details laten zien. Het begint al met die remmerij. Het beste wat er is natuurlijk. Carbon covers hier al helemaal over het blok heen. Maar kijk die koplamp ook. Fucking agressief. En check dan even deze spaghetti. Kijk dan, boys. Dit is toch niet normaal. Ik loop even om deze multistrada heen. Kijk dan. Dit is die pijp uit die bovenste cilinder. Die komt, die krult. En dan komt hier die pijp van die voorste cilinder. Komen ze hier samen. Check it out, guys. What the fucking dikke spaghetti. Met die enkelwielophanging erbij. Wat dat betreft heb Ducati het toch wel goed voor elkaar, hoor. Ja, carbon, kijk dan. Het is echt, ja. De rest, ja, multistrada. Monster. Nog een multistrada. Hypermotard. Monster. Wat scramblertjes. En dan die V4, boys. Tering. Sowieso, die V4 is fucking dik. Maar kijk die kleurstelling ook dan. Met die Acra. Maar deze aan deze kant. En aan de andere kant. Boys. What the fuck. Kijk dan. Dit is toch gewoon pure porno. Niet normaal, hoor. Wat een gevaarte. Ja, in ieder geval, de schoenen zijn besteld. Ze komen waarschijnlijk van het weekend binnen. Nu gaan we naar Biker Outfit in Noord. En dan kijken voor een broek. Dan hebben we alles. Pert. Kijk deze dan ook even, boys. Die net naast me is komen staan. Ik heb dit model altijd al zo vet gevonden, jongen. Die koplampen, ja, je moet er natuurlijk wel van houden en die spiegels. Maar ik vind het echt fucking dik. En check altijd carbon. Dit carbon, hier tussendoor carbon. Deze allemaal carbon. Kijk hier, die tankcover carbon. Dat. Kijk dan, boys. De binnenkant van die voorkuip. Dus dit is gespoten, maar het is gewoon carbon. Kijk maar daar van binnen, zie je hoe het loopt. Echt een pure racebike. Kijk dan. Rizoma. Kijk dan. Clear headcovers. Fucking dik. Zien jullie dat even, boys? Dit zijn zijn nokkenassies. Fucking dik open koppeling. Deze man heeft geld erin gestoken, hoor. Hey. 999S. Tering. Andere zadel. Ik vind die Termignoni uitlaat ook zo mooi, boys. Kijk dan. Dit is toch pure porno. Wauwie. Race adjusters. Ik heb echt alles gehaald. Maar dit vind ik vet, jongen. Tering, hé. Wat een gaaf ding. Ik voorste tandwiel cover ook met carbon. Er is iemand echt helemaal losgegaan hier, hoor. Als je dit toen de tijd nieuw had gekocht, wauw. Kijk die frame ook, boys. Kijk dat framepie. Super lichtgewicht allemaal. Heel smalle motor ook. Heel vet, hoor. Het is altijd hetzelfde liedje met mij. Hè. Wat ik ook wil hebben, ze hebben het gewoon niet. Ik ging van de week slippers halen, ook weer hetzelfde verhaal. 42 hebben we, 43 hebben we. 43,5 hebben we. Ik zeg, en 44, nee. 44,5 ook niet. Nee. Moest ik weer wachten, weer naar een andere winkel toe. Ongelooflijk. Harley dealer ook weg. Ik ben benieuwd wat er voor terug gaat komen. Want het is wel echt een fucking dikke locatie hier, hoor. Nou heb ik eigenlijk wel trek in een bakje koffie. Ik werd vanmorgen wakker en mijn koffie was op thuis. Ik drink altijd cappuccino. En Nasla drinkt altijd zwarte koffie. Lungo intenso. Si, capito. En vanmorgen waren de cappuccino's die waren op. Dus ik zat vanmorgen zwarte koffie te drinken met poeiermelk. Net of ik in de bouw werkte. Niet te hachelen.
Dus ik denk dat ik maar even snel een goede bak koffie ga drinken hier ook bij Westpoort. Voordat we doorknallen naar Biker Outfit. Zijn trouwens best wel prijzig die schoentjes. Het zijn de Dainese Dino D1 Pro dus. Echt een hele mond vol. Ze zijn €240. Best wel veel geld. Maar ik vind dit wel de dikste korte schoenen die er zijn hoor. En ook dezelfde schoenen als waar Valentino Rossi mee rijdt. En hij heeft uiteraard de hoge. Maar dat zijn dan geen normale hoge boots die zomaar over je broek heen gaan. Deze gaan in je leren broek. En ik heb daar dan de korte variant van. Die komen tot net boven je enkels. Oh, A5 jongens. Zo lekker dit hè. Trouwens ook wel een hele rare combinatie wat ik aan heb vandaag. Leren jas met korte broek. Maar ik dacht, ik neem wel mijn jas aan. Weet je wel, als ik die broek moet passen en ik moet het even aan elkaar ritsen, kan ik even kijken hoe het zit natuurlijk allemaal. Ik dacht met die schoenen erbij, maar nu doen we het even gewoon met fans eronder. Kan ook. Bij Biker Outfit krijg ik ook 9 van de 10 keer wel koffie aangeboden hoor. Maar ze staan nog niet echt bekend om hun goede koffie. Voor de rest is het de topzaak. Maar die koffie is een beetje budget. First world problems. Ja natuurlijk. Je had ook gewoon op die baan kunnen blijven. Kijk, zo. En dan zo meteen naar rechts kunnen gaan. Choppie! Kijk, zo. Gewoon dat eerste wegtrekken is zoveel lekkerder na die clutch mod, boys. Dan willen jullie niet weten wat een verschil dat is. Ben ik blij zeg met die bosdempertjes van Benny. Godskeleuren. Wat lekker. Ja, ik ga hier toch echt niet op wachten. Weer hetzelfde verhaal als net. Shit, net te laat. Kan ik hier nog voor? Ja, Marcel, thanks schaap. Topper van de week. Dat is het enige wat ze zo kut hebben gemaakt. Als je vanaf de A5 komt, kan je die laatste afslag niet nemen. En als je vanaf Noord komt, kan je die eerste afslag niet nemen deze kant op. Ja, als je hier niet vandaan komt, weet ik niet wat ik bedoel, maar dat vind ik een beetje onhandig. Ook nog vergeet ik helemaal, Patrick, een subscriber van mij. Fucking gefeliciteerd met je ZZR 1400. Ik ben echt super blij voor je. Ik zag je, het is nu woensdag, ik zag je maandagochtend, zag ik je, op maandagmiddag, zag ik je rijden bij Mosplein daar op die Kawa. Echt een mooi ding, grap. Het staat je echt goed. Hij had hiervoor een FJR 1300. Omdat hij heel veel toert en zijn vrouwtje achterop. En hij had een beetje last van zijn rug. En nu heb je dus die ZZR 1400. En ik denk dat het een hele verstandige keuze is geweest. Omdat, kijk, die FJR die koop je met je verstand. En die ZZR die koop je met je hart. Maar het is ook een motor die voor hem doet wat hij kan doen. Het zit wat meer rechtop als de Busa. Het is hetzelfde concept, maar hij zit net even iets meer rechtop. En zijn vrouwtje kan volgens mij ook best wel relaxed achterop zitten op die ZZR. Maar dit is meer zijn passie, zeg maar. Hij wou eigenlijk een Busa, maar ja, met zijn rug gaat dat niet. Dus nu heb je die ZZR, wat bijna hetzelfde is, maar toch net even iets comfortabeler, denk ik. En ik ben echt fucking blij voor hem, ouwe. Want ja, een motor, kijk, het is... Het is logisch om een motor met je verstand te kopen, maar het liefste koop je hem gewoon met je hart. Weet je, dat vind ik leuk, dat is mijn passie, die koop ik. En dat heeft hij nu gedaan, denk ik. Dus ik ben fucking blij voor hem. Ik wil denken, wat doet hij nou weer, de oprit op? Maar we gaan alleen de oprit op en weer gelijk eraf. Lekker hoor. Langs 101 motoren, Klaasie, oude baas. Wat is dat, C63? Dik hoor.
Klaassen, ja, wat pomp het? Wat is dit? Beeking? Dik hoor. Poppert! Ja, ja. Alright fam. Moet een bakje koffie doen. Ah, dat was een goede bak koffie. Dan gaan we naar biker outfit. Kijken voor een broek. Ik zag net op Facebook bij de pagina van Race Landkart. Volgens mij is het Race Landkart, Race Kartland. Ik weet het, een van de twee. Dat ze vanavond extra lange sessies hebben. Normaal zijn die sessies 11 minuten en vanavond zijn ze 16 minuten. Dus ik ben een beetje in de ronde aan het appen om te kijken wie er zo gek is om nog even last minute met me mee te gaan. Het is ook niet zo raar hoor, het is maar anderhalf uur rijden. Het is echt net een paar minuten over de grens in België. En het begint om 6 of 7 uur 's avonds. Dus even kijken, misschien dat we dus vanavond nog een tweede video opnemen bij Race Kartland. En als er niemand mee wil, dan gaan we een kleine straatrace houden met wat boys. Jantje appte toevallig, die wil ook wel even spelen. Dus ik denk dat we vanavond sowieso nog een tweede video gaan opnemen. Of pitbiken of dragracen. Voor nu, even snel die broek halen bij Biker Outfit. Hapje eten. Weer even deze beelden op de laptop gooien. Camera opladen, hondjes uitlaten. En ons eigen weer even een beetje klaarmaken voor vanavond. FZ1, taxi. Poppert. FZ1, killer. Ja, ja. Poppert. Lekker, hè? Ja? Taxi en zijn pa. Gruwelijk. Is ook weer zoiets. Ik ken die man al sinds ik 15 ben. Hè. Scootertijden reden wij al samen. En nu komen we elkaar met de motor tegen. Is hij lekker aan de toeren met zijn pa? Dit is toch geweldig. Ik ga mijn bike precies zo zetten. Nou boys, biker outfit. Gaan we broek shoppings. Nou, we zijn geslaagd. Maar als ik jullie één tipje mag geven. Is ga je leren kleding in de winter passen. Tjering, wat een vechtpartij jongen. Ik ben gewoon tussendoor naar buiten toe gegaan om even frisse lucht te pakken. Want ik heb het zo warm. Nou, broekje gekocht. En zo'n broekje voor eronder. Dat je hem nog wel makkelijk uitkrijgt. Want als je eenmaal gaat zweten in het leer, dan is het niet uit te krijgen. Ze hebben hier een stuk of 3-4 verschillende leren broeken. Sommige met kniestukken, sommige met Alpinestars. Dan heb ik het over. Ze hebben veel meer. Maar omdat ik een Alpinestars jas heb, moet ik een Alpinestars broek erbij hebben. Om eraan vast te kunnen ritsen om het één geheel te maken. Nou goed, ze hebben dus 3, 4, 5 verschillende leren broeken van Alpinestars voor onder een jas. Mooie bike hoor. Vet man. Sommige met kniestukken, sommige zonder kniestukken. Ik heb ze eigenlijk gewoon bijna allemaal gepast totdat ik degene had die bij mij het beste zat, het lekkerste zat. En dat was de Alpinestars SPX pants volgens mij. Ga maar, ga maar, ga maar, ga maar. En wat nou het verschil is tussen al die broeken, al sla je me dood. Zij kon het me ook niet echt vertellen. Dus we zijn maar gewoon gaan passen. Totdat we vonden waar het lekkerste zat. En die heb ik genomen. Dus nou komen van het weekend de schoenen binnen boys. Broek is binnen, hele pak is compleet. We gaan vanavond niet pitbiken. Want al mijn vrienden zijn schijnbaar fucking watjes. Ja, het is last minute, het is laat, het is woensdag, ik moet morgen werken. Ja, what the fuck maakt het uit? Het is een uurtje rijden, iets meer dan een uurtje rijden. Maar goed, dus de plannen zijn gewijzigd. We gaan niet pitbiken vanavond. We gaan gewoon drag racen, een beetje street racen. Jantje heeft zin, Rafiek heeft wel zin, ik heb wel zin. Dus nu nog even een locatie uitkiezen en dan gaan we gewoon pompen vanavond. Ik heb er zin in. Ik weet alleen niet of ik nou mijn leren broek aan ga doen vanavond, want het is wel erg warm nog. Maar ik moet hem natuurlijk wel een beetje soepel maken eigenlijk. Ga ik lekker richting huis, even een hapje eten, hondjes doen, cameraatje opladen. En dan kunnen we vanavond weer knallen. Ik krijg ook best wel vaak de vraag, hoe gaat het met de Birijtshop? Zijn jullie nog wel open? Noem het maar op. Nou, we zijn er nog steeds. Kijk, Birijtshop, oh, de buurman heeft lekker de deuren open. Maar Manga en ik zijn allebei heel erg druk met onze eigen baan. We hebben allebei nog een fulltime baan erbij en dit deden we hobbymatig om te proberen wat op te bouwen. Maar we hebben het allebei erg druk met onze normale baan. Vandaar dat we de Birijtshop eventjes op een laag pitje hebben gezet. En als we weer wat meer vrije tijd hebben, dan gaan we er wat meer tijd aan besteden. Maar ja, gewoon onze reguliere baan is gewoon het belangrijkste voor ons, omdat dat de rekeningen betaalt.
En dit deden we eigenlijk meer om te kijken of we, of we wat anders zouden kunnen gaan doen. Maar vandaar jongens, we zijn er nog steeds. Open alleen op afspraak. Dat stond ook altijd onder mijn filmpjes. Ik weet dat het gevaarlijk is en heel erg ASO en dat ook dat het niet mag. Maar ik ga echt niet achter die imbeciel blijven hangen. Wat een dwaas, jongen. Als hij al niet weet wat hij wil, hoe moet ik het dan weten? Nou, Fem, ik ga maar vast afsluiten. Ik heb het veel te warm om tegen jullie te blijven, ouwe hoeren. Vergeet niet, like, reageer en abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zien we jullie next time. Later! Dat is trouwens ook wel grappig. Het meisje zegt, kan ik je helpen? Ik zeg, ja, ik ben op zoek naar een leren broek, maar ik zie 4 verschillende broeken met 4 verschillende prijzen. Misschien kan jij het me uitleggen wat het verschil is. Zegt ze, nou, om je heel eerlijk te zijn, ik heb geen idee. Ik werk hier pas 3 weken. Kijk, het is niet hetzelfde als iemand die echt er verstand van hebt, maar ik ben tenminste blij dat ze het eerlijk zegt. Nou hebben we met z'n tweeën gewoon een beetje rondgesnuffeld. Ze nam me trouwens eerst, vond ik ook fucking baas. Nam ze me mee naar hun uitverkoophoekje. Ze zegt, waar is het voor? Ik zeg, nou, het is een paar keer per jaar voor drag racen, misschien een keer naar Duitsland. Zegt ze, waarom kijk je niet eerst in onze uitverkoophoek? Dat zijn de modellen van vorig jaar en noem het erop, die zijn een stuk goedkoper. Fucking chill. Helaas hadden ze niks in mijn maat, maar ik was heel blij dat ze het zei. Daarna hebben we gewoon met z'n tweeën al die broeken langs gegaan, kijken wat het verschil was en de pasvorm. En ja, echt goed geholpen. Biker outfit, top.